Annemarie van Spraak, wij hebben elkaar vorige week pas voor de eerste keer ontmoet. Ja. Dus dan is gelijk mijn eerste vraag, wie ben jij en ben jij een Middelburgse dame en wat doe je hier? Ik ben beeldend kunstenaar en ik heb ongeveer 20 jaar hier een atelier. En hier, daar zijn we, want ik noem het altijd nog de oude vrije school, maar hoe? Ja, het is de MAS, de Middelburgse Atelierstichting. En waar wij nu staan, dat heet de GHL. Dus dat is van Geloop Over Liefde, waar de, ook de... Staat dat daarvoor? Dat wist ik helemaal niet. Ja. Oké. Ja. En dus dit noemen we ook GHL. Maar de MAS is dus het hele gebouw met alle kunstenaars erin, 9 kunstenaars werken. En dat is een stichting? Dat is een MAS? Stichting, ja. Jan Malin Kraag. Kraag? De renaissance stijl gebracht. Dus zijn kraag wat rond 1480 werd gedragen als nekbeschermer. En daar heb ik een beeld van gemaakt met een kraag, een beetje een renaissance stijl, jute. En ik hou van natuurmaterialen, dus hout, jute, vlas. Maar nou, de eerste vraag die bij mij opkomt, ik heb geen idee van het hele proces. Ben jij nou degene die al die ringetjes in elkaar doet? Of? Ik maak alle ringetjes zelf. En die, die klink ik ook nog in elkaar. En het begint met ijzerdraad. Puur ijzerdraad. We kijken van de oude afbeeldingen in musea naar originele malikolders van vroeger echt in de middeleeuwen. Die gemaakt zijn, want het was eigenlijk beroepsgeheim, want het was wapenindustrie. Oké. Okay. Dus werd niet opgeschreven. Oh, ja. Het ging van vader tot zoon. Maar de malikolder die aan de muur hangt. Dat heb ik nog niet eens gezien. Daar ben ik een jaar mee bezig geweest. En dan een paar uur per dag, een paar dagen. Hey, en als ik die nou zo draag, beschermt hij me dan ook echt? Ja, het is, malium is speciaal bestemd voor een hoop van een zwaard tegen te houden. Als je ermee gaat steken, dan kom je er doorheen. Maar het is als we, ja, snijdend, om een snijwond te voorkomen. Je bent perfect licht. Ja, en je hebt grote muren, dus je ja, kunt... Ik vind die echt gaaf, deze twee. Ik vind die andere ook mooi, maar dit vind ik echt een... En hoe lang ben je hier nu bijvoorbeeld om bezig geweest? Of... Ja, dus, heel lang. Ja. Maanden. Maar ik wil weer eentje maken in die lijn. Het is echt anders soort weer. Het ene werk gaat sneller. En dit is echt dus maanden achter elkaar. Maar maanden werk en dan is het ook nog kunst. Dus ik heb er natuurlijk geen verstand van, maar kan ik hiervoor sparen of is het niet voor mij weggelegd? Ja, dat weet ik. Ik weet niet hoeveel. Soms is het helemaal getekend, dus dit is helemaal grafiet. En soms gebruik ik eigenlijk mijn eigen lichaam om te tekenen. Maar hoe doe je dat? Dus, een beetje plastisch. Nee, maar heb je dan de spiegel die je gebruikt? Of? Nee, ik bedoel dat ik letterlijk mezelf insmeer met grafietpoeder. Oh ja? En dan druk ik mezelf af. Dus dan dat hebben... is eigenlijk die hier hangt. Daar heb je letterlijk op gelegen. Ja. Dat is wel een interessant proces om dat te filmen. Als jij... Ik ben Kees van der Ven. Ik ben altijd met kunst bezig geweest, maar daar is moeilijk je brood mee te verdienen. Dus ik heb 25 jaar bij Omroepen gewerkt. Oh ja? Dus in Hilversum en hier bij Omroep Zeeland. We werken met ijzer en toen ben ik met houtskool gaan tekenen, puur houtskool. En uiteindelijk ben ik houtskool gaan combineren met ijzerroest. En dat is de kleur die je in die tekening ziet. En hebben we het dan over echt letterlijk de roest van roest. IJzer? Ja, gewoon van ijzer afgehaald. Dus dat verzamel je dan? Oké. Dan verzamel ik. Dan krijg je een potje met ijzerroest. En als je dat in het papier wrijft, laag over laag over laag, en dan steeds schoonmaken natuurlijk, dan krijg je dit soort tekeningen, of dit. Ja, ik vind het mooi. Het is het eerste wat je denkt, je denkt gelijk aan hemellichamen of daar ook aan een hele zware lucht. Maar... Wolken, ja. Wolken zijn natuurlijk een heel grote bron van inspiratie. Ja. Ik werk eigenlijk aan de hand van foto's altijd. Van het atomium tot een... Ja, het zijn allemaal foto's die ik heb gemaakt onderweg. Is dat basis in jouw werk? Ja, een soort gewoon iets in mijn hoofd, dat woord, daar gaat het over. En is dat omdat je jezelf ook ontheemd voelt of zo? Of is dat, gaat dat te ver om daar? Nee, ik bedoel, iedereen zal zich misschien wel eens ontheemd voelen. Maar dat is niet... het gaat meer over een tentoonstelling die ik ga maken dus in de bewaarscholen. Oké. Okay. En bij Van den Bergen ook in april. En daarvoor is het grond. En bij de bewaarscholen, daar heette de hele tentoonstellingslijn 2 jaar lang Adrift.
Dus eigenlijk... Dat is ook een soort ontheemd adrift. Ja, niet? Ja, dus daar is het woord ontheemd bij mij komt eigenlijk het voort. Dus het gaat ook een beetje over... Ja, ontheemd zijn. Kees Wijker, nou ben je er toch? Ja. Jou heb ik natuurlijk al eens eerder gesproken, maar ik heb jou in deze setting. Ik weet dat je hier ooit de kleinste bar ter wereld had met de Nacht van de Nacht. Ja, ik zat hier met Café Kees. Ja, Café Kees was dat je. Dat is niet het kleinste café. Oh, maar dat. Dat was die kast. Oh, echt waar? En dit verkochten we. Splits. Oh ja. Er zat zelfs nog een drankje. Die blokkeerde toen de gang hiervoor. Ja. En toen daarvoor was een café. Ja, was heel leuk. Zal ik hem even aanzetten? Oh ja, jou kunnen dingen ook altijd aan en bewegen, ja, hè? Heel vaak. Dan ben ik toch benieuwd wat er nu gaat gebeuren. En dat zijn dan de bewegende... De huid is van natuurrubber. En dat vergaat langzaam. De bewegende dingen noem ik wel de poetica mechanica. Oh ja. Dat klinkt heel mooi. Ja, want het gaat niet zozeer om het nut van de machine. He, dat een, de meeste machines hebben een duidelijk nut. Maar er zitten vaak hele schone bewegingen in machines. En daar gaat het mij meer om. Elke kunstenaar die hier werkt, die heeft een geest voorhand uitgenodigd. Dus dat is iemand die jou zelf aanscherpt en die je aan het denken zet. En, een soort inspirator misschien zelfs? Of... Ja, ja. Zou je ook kunnen zeggen. Maar dat is bij iedereen eigenlijk een beetje verschillend. Alleen met geestverwant, ja, daar kon iedereen wel wat mee. Toen hebben we eigenlijk twee wanden eigenlijk als het ware in vakken verdeeld. Dus iedereen kreeg een stuk van 80 bij 90 centimeter. En boven hangen elke keer de kunstenaars die hier werken. Gewoon precies in de volgorde van hoe de ateliers zijn. Oké. En dat hebben we op die andere wand, die een stukje langer is, hebben we dat eigenlijk herhaald. Want het komt er eigenlijk op neer dat iedere kunstenaar die onderdeel is van de stichting, die hebben allemaal een eigen lokale van eigen ruimte. Precies. Ja. Oké. Okay.